superleuk om hier te zijn en zoveel collega's en medestanders te zien rondom waardegedreven zorg. En nou, sinds 2017 ben ik met dit mooie programma bezig. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met heel veel collega's. En ik vind het leuk om jullie te laten zien hoe we dat doen, wat onze resultaten daarbij zijn, waar we ook nog tegenaan lopen en wat onze vervolgstappen worden. Maar voordat ik begin wil ik jullie graag deze quote laten zien. Afgelopen Koningsdag mocht ik digitaal aansluiten bij de lintjesuitreiking en toen gebruikte Abu Talib deze quote. En toen dacht ik, jee, ja, hij slaat hier eigenlijk de spijker op zijn kop. Want zowel privé is het belangrijk om waardevol te zijn, maar ook in ons werk. En zeker in het werk in ziekenhuizen waar patiënten aan onze zorg zijn toevertrouwd, is het heel bijzonder zelfs, denk ik, om van waarde te kunnen zijn voor onze patiënten. En dit sluit natuurlijk helemaal mooi aan bij de ambitie die wij nastreven om zo groot mogelijke patiëntwaarde te creëren. Even ook voor mij in de zaal, want we hebben natuurlijk ook een klein stukje theorie. Wie is eigenlijk al dagelijks bezig met waardegedreven zorg? Oh, ik zie al heel veel handen omhoog. Nou, dat is te voorzichtig hoor, Tessa. Dus ik stip het heel even kort aan. Het gaat altijd over patiëntengroepen rondom een aandoening. Dus die hebben ergens lasten van. We kijken daarbij veel breder. Dus we focussen ons niet alleen op de klinische uitkomsten, maar vooral ook kijken van wat is nou de impact van die ziekte of aandoening op de kwaliteit van leven van de patiënt. Als we zo'n traject starten, doen we dat altijd multidisciplinair. De mate van multidisciplinariteit hangt natuurlijk eigenlijk altijd af van natuurlijk de aandoening. Maar met het team bepalen we ook eigenlijk van goh, waar ligt de ambitie of waar hebben jullie vooral ook, zien jullie knelpunten. En als dat ook vooral in de eerste lijn is, nou nodig ze dan deze zorgverleners uit om de zorg beter te kunnen organiseren. Een ander aspect is dat we altijd patiënten ook uitnodigen aan tafel. Want als wij uitkomsten gaan meten, dan moeten we natuurlijk wel weten of dit de juiste uitkomsten zijn. En daarnaast kunnen zij dan ons ook feedback geven op hoe we de zorg hebben georganiseerd. En hebben meteen ook een aantal verbeterpunten te pakken. Nou, tot slot, data, die zijn natuurlijk belangrijk om in beeld te krijgen. Doen we het goed? En als we zo'n intakegesprek houden met het team, dan zeggen we ook altijd van, goh, die data, het is wel de bedoeling dat je dat gebruikt in de spreekkamer voor het samen beslissen, dan wel in het team om het voor het leren en verbeteren. Want we kunnen inmiddels hele mooie dashboards bouwen, maar het zou natuurlijk zonde zijn als die in de digitale bibliotheek blijft staan. Als wij zo'n traject starten, dan voeren we eigenlijk een soort tweesporenbeleid. En dat doen we omdat dit eigenlijk zo'n hele logische combinatie is. Want als je uitkomsten wilt verbeteren, dan moet je natuurlijk daar inzicht in hebben. En als je kunt zien van, hé, we halen onze doelen niet helemaal, dan ga je natuurlijk automatisch het zorgproces verbeteren. Anderzijds, stel dat je met het zorgproces start, dan zal je natuurlijk ook de uitkomsten willen checken of daar een relatie tussen zit. Dus als wij een traject starten, dan voeren we eigenlijk het tweesporenbeleid, namelijk dat je op beide dimensies gaat focussen. Nou, dat doen we dus integraal. Ina had het er al eventjes over, van goh, als we die processen willen verbeteren, dan kijken we inderdaad naar een aantal elementen. En we zien de zorgketens juist als het vliegwiel of het medium om al deze ontwikkelingen daar ook te adresseren. En dat geldt ook voor het verbeteren van de uitkomsten. Je wil inzicht hebben in die waarden en je wil dat ook inderdaad kunnen gebruiken voor het personaliseren van de zorg. En dat is inderdaad het meest logische om dat in zorgketens te doen. Nou, welke stappen zetten wij dan als Isela? We hebben ook trouwens aldoende geleerd, want eerst toen we starten deden we inderdaad meteen alles. Gingen we en de uitkomsten meteen verbeteren en het zorgproces. Daar hebben we ook van geleerd om aan te sluiten bij de case van waar staan je. Dus we hebben nu, dat noemen we dan het cafetaria-model, kunnen ze ook kiezen.
welke stappen wel altijd blijven staan, is de eerste. Hè? Dus je vormt altijd een multidisciplinair team rondom een aandoening. En je wil ook altijd leren en verbeteren op drie niveaus, noemen we dat dan. In de spreekkamer, in je interne team, dan wel ook extern verbeteren samen met externe collega's. En dat kan op regionaal, landelijk of zelfs internationaal niveau zijn. Maar je kunt dus kiezen uit van, goh, beginnen we eerst hier of beginnen we toch eerst met de uitkomstmaten. En dan zou je dus kunnen denken aan het ontwikkelen van klinische dashboards, je POMS implementeren, dan wel je PREMS. En tot slot wil je ook graag natuurlijk die kosten inzichtelijk maken. Nou, dat lukt ons ook steeds beter. Inmiddels hebben we, dat heeft Finance & Control voor ons gedaan, al 11 ketens van een financieel dashboard voorzien. Maar dat tweede stukje, betaling door de zorgverzekeraar, ja, dat blijft wel nog steeds een lastig punt. Hè? Dus we worden nog steeds betaald per verrichting, terwijl er ook initiatieven zijn waarmee juist we minder zouden willen doen. Ja, en dat wringt af en toe nog steeds. Nou, zo ziet onze dienstverlening eruit. We starten altijd met een intake. En je ziet hier ook die tripartiet leiders staan. En dat houdt in dat we altijd met een medisch leider, een organisatorisch leider, maar ook een verpleegkundig leider, dat hebben we ook de afgelopen jaar geleerd, dat als je met zo'n drie-eenheid start, dat de kans op succes groter is. Nou, en dan kun je dus alles doen, dat cafetaria-model, hè? Dus dat je kunt kiezen, maar wel met de intentie om het steeds verder uit te bouwen. En we hebben ook een toolbox ontwikkeld, zodat je het ook eventueel zelf zou kunnen doen. Dus dat, daarin staat onze werkwijze beschreven. Nou, dit gezegd hebbende, welke resultaten kunnen we aan jullie laten zien? Nou, Ina zei al, hè, we hebben onze ambitie om 60% van onze zorg en zorgketens te ontwikkelen. Nou, we zitten nu op zo'n 40%. Inmiddels hebben we zo'n 45 ketens in ons programma zitten. Zijn van diverse niveau. Hè. De ene is verder dan de ander. Wat we elke maand doen is met kleuren aangeven aan de stuurgroep wat de status is. En daar waar wij knelpunten zien, worden die besproken. En dit overzicht dat koppelen we ook eens in de twee maanden zo terug organisatiebreed. En dan kunnen wij daar onze vragen stellen of, wij, of de organisatie kan ons daarover vragen stellen. Nou, wat kunnen we inmiddels? We kunnen inderdaad mooie dashboards maken voor in de spreekkamer. Dus dit is een voorbeeldje hoe prompts inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan je doen ook op populatieniveau. Dus dit is een voorbeeld van bekkenbodem, zodat je ook in één oogopslag ziet hoe mensen scoren voor de operatie en daarna. Dat geldt ook voor op teamniveau. Dus we willen dingen zo visueel mogelijk maken, zodat je kunt zien van als team van hey, hoe goed doen we het en geeft dit aanleiding om te verbeteren met elkaar. En tot slot, en dit is een vrij recente ontwikkeling, we hebben vorig jaar een pilot gedaan en we kunnen nu ook prems per zorgketen in beeld brengen. En daar komen dan dit soort dashboards uit. En nou, op dit moment zijn we bezig om de zorgketens te ondersteunen, dat ze allemaal deze prems kunnen gaan meten. Nou, wat kunnen we verder nog laten zien qua zorgketens? Nou, van die 45 zitten zo'n 18 in de continu verbeterfase. We hebben onlangs een effectmeting gedaan op het aantal generieke indicatoren en op een aantal andere dimensies. Nou, en dan kun je zien dat er ongeveer 88% positief scoort op patiëntwaarde. Dat er ook een merendeel een positief effect laat zien op rendement. Dus het verbeteren van uitkomsten leidt ook tot een positief effect op kosten. En daaronder zie je nog een aantal voorbeelden van behaalde resultaten. En een stuk van deze zorgketens kunnen jullie straks ook bevragen op van goh, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Er zijn ook een aantal ketens in ontwikkeling en we proberen ook zoveel mogelijk regionaal op te trekken. Een mooi voorbeeld is kwetsbare ouderen. Dus daar zit dan ook de thuiszorg en de specialist ouderengeneeskunde. Dus met een heel breed scala van mensen zitten we om de tafel
voor de psychiatrische obstetrische patiënten. Daar zijn we ook net gestart ook om de zorg te stroomlijnen. En dan zitten we ook met alle mensen uit de eerste lijnen rondom de tafel. Nou, wat kunnen we zien als succesfactoren? Het is inderdaad onderdeel van de strategie, dus dat helpt ons ook om dit op de agenda te zetten. We hebben ook een heldere visie, zowel op waardegedreven zorg als op onze prompts en prems. Die hebben we ook 2-3 jaar geleden ontwikkeld samen met een hele afvaardiging, maar ook met de cliëntenraad. En daaruit kwam eigenlijk naar voren van, goh, overvraag de patiënt niet en probeer het ook zo generiek mogelijk te houden. Nou, we hebben dus een integrale aanpak. We hebben inderdaad een goede ondersteuning, dus we komen geregeld bij elkaar. En dan het CVI is dan het Centrum voor Verbeteren en Innoveren, waar het waardegedreven programma onder valt. Het klinisch datateam, de mensen van ICT, en controle, maar ook met de ISL Academie. Vinden we elkaar en kunnen we ook zien van, goh, wat is er nou nodig qua ondersteuning. En we hebben inmiddels ook een aantal dingen rondom scholing ontwikkeld. En dat bieden we dus aan, of ISLA breed in de organisatie, of we hebben het geïntegreerd in onze ondersteuningsaanpak. En daarmee hebben we eigenlijk ook alle dimensies aangetikt als je succesvol wil veranderen. Maar goed, het is natuurlijk niet alleen maar halleluja. We lopen natuurlijk ook tegen een aantal dingen aan. Een van de dingen is van hoe zorgen we nou inderdaad dat de ketens continu aan het verbeteren blijven. Vanmiddag zul je ook daar een aantal goede voorbeelden over horen. Bij de anderen is dat soms ook nog een beetje een zoektocht. Wij als projectleiders waardegedreven zorgen hebben regelmatig contact met de zorgketens om hun daarover te bevragen en een beetje te uit te dagen van, goh, welk doel wil je graag stellen? We zijn bezig om die effecten beter in kaart te brengen, zowel qua als we het zorgproces hebben verbeterd. Nou, welk resultaat zien we dan? Het aanhaken van de achterban, dus als je als team goed staat, maar hoe neem je de rest mee en hoe kunnen we het ook weer transparanter maken? Het onderdeel van hoe zetten we het weg in de organisatie, hè? Die tripartite kartrekkers, dat werkt hartstikke goed. Maar welke verantwoordelijkheden hebben ze dan en ja, wie heeft het dat nou voor het zeggen? Nou, daar is ook nog niet alles over gezegd. En tot slot inderdaad die bekostiging. Dat blijft ook nog een obstakel waar we af en toe onze neus tegen stoten. Hoe gaan we verder? Nou, we gaan natuurlijk die uitdagingen aan en kijken of we daar ook kleine stapjes in kunnen zetten. Want als je me nu vraagt van, goh, toen we in 2017 stonden en nu, dan zien we dat we toch een enorme ontwikkeling hebben gemaakt. Dus we gaan vrolijk verder. En wat nu vers van de pers is, is dat we de kennis over waardegedreven zorg verder willen verspreiden. En dat noemen we de communicatie toolkit. En dat houdt in dat we hele korte presentaties hebben gemaakt. We hebben een spel ontwikkeld, die is ook net nieuw. Dus dat is ook op een laagdrempelige manier kennis maken met waardegedreven zorg. En we hebben ook 3 filmpjes laten maken. Van een medisch leider, een verpleegkundig leider en een organisatorisch leider. Nou, Gina en Mark, die staan ook straks in een van de workshops, dus dan kunnen jullie ze live zien. Maar het leek me leuk om in ieder geval Hugo van Eindhoven, want die was niet in de gelegenheid om vandaag te zijn, om even kort zijn verhaal te horen. Waardegedreven werken in zorgketen Bek en Bodem. Wat was de aanleiding om hiermee te starten? Ik denk dat je als arts altijd de zorg beter wil maken. Je wil het altijd beter doen voor je patiënten. Daarnaast worden wij als zorgverleners geconfronteerd met heel veel eisen van verzekeraars, van beleidsmakers, van beroepsgroepen. Je moet certificeren, je moet digitaliseren, samen beslissen, al dat soort eisen, die komen op ons af. Het mooie van waardegedreven zorg is dat je daardoor een mooi instrument krijgt om al die eisen daaraan te voldoen en de zorg beter te maken. Wat doen jullie nu anders? We hebben met ons hele team zorgpaden ontwikkeld. Binnen die zorgpaden hebben we met name onze
continentieverpleegkundigen en secretaressen hebben daar een hele belangrijke rol gekregen. Zij zijn eigenlijk de regisseur van onze patiënten. Zij begeleiden de patiënten en nemen ze mee door dat zorgpad. En dat geeft mij als gynaecoloog en mijn collega's veel meer tijd om de dingen te doen waar wij meer waarde mee toe kunnen voegen. Zoals gynaecologisch onderzoek, zoals een operatie. Dat in de eerste plaats. Als tweede zijn we al onze uitkomsten gaan meten door vragenlijsten. Niet alleen prompts en prams, maar ook verschillende procesindicatoren en ook financiële uitkomsten. En al die uitkomsten hebben wij zichtbaar gemaakt in dashboards die wij voor onze zorg kunnen verbeteren. En door het op die manier te organiseren, die dashboards regelmatig te bespreken, kunnen we weer verbeteracties uitzetten en de zorg daadwerkelijk beter maken. Wat levert het op voor de patiënt? Nou, voor al onze patiënten hebben we ook een individueel dashboard ontwikkeld. Daarmee kunnen we veel beter inzichtelijk maken voor onze patiënten wat de impact is van een aandoening. We kunnen daar samen over spreken in de spreekkamer. We kunnen de beste behandeling voor ze kiezen. En we kunnen laten zien wat de uitkomst is voor onze patiënten van die behandeling. Wat levert het jullie op? Het hele team ervaart veel meer werkplezier. We maken veel meer gebruik van ieders deskundigheid. Waardoor het team heel erg tevreden is met hoe we nu werken in het waardige DVZorgtraject. Wat levert het op voor jou persoonlijk? Nou, het geeft ongelooflijk veel voldoening om in een team zeg maar, dit allemaal te organiseren en op te zetten. Ik heb veel meer ruimte om daadwerkelijk mijn vak uit te kunnen oefenen. En het is fantastisch te merken dat je de zorg daadwerkelijk op deze manier beter kan maken. Nou, dit is een voorbeeld van hoe hoe een medisch leider het werk in een zorgketen ervaart. Dan gaan we even naar de volgende, want dit was eigenlijk ook meteen het einde van mijn verhaal. En nu kunnen we met elkaar zo meteen gaan kijken wat dat nou inderdaad betekent in de praktijk. Nou, dat zijn van de 45 zijn er dus 9 zorgketens die jullie hun ervaringen willen delen. En er is ook een workshop waarin wordt verkend, wat betekent dit nou voor de organisatie, deze manier van werken.